We speelden al heel lang met het idee om een film te maken rond dit thema. We hebben gewacht tot 2018, omdat het dan exact 50 jaar geleden is. Er waren gewoon veel nieuwsploegen aanwezig in Leuven. Niet alleen de Belgische, maar er waren ook nieuwsagentschappen uit Amerika, Engeland, Nederland, vrij veel Frankrijk. En in totaal hebben we een 20 uur materiaal verzameld. En toen was al snel duidelijk dat met die 20 uur dat we het verhaal integraal konden vertellen met historisch materiaal. Zeker niet bedoeld alleen voor oudere mensen, ook. Maar evengoed bijvoorbeeld voor scholieren, secundair onderwijs. En zeker ook voor studenten, waarvan ik toch vaak merk dat ze eigenlijk die geschiedenis niet kennen. Het heeft een invloed gehad op de geschiedenis van het land. En het federalisme is eigenlijk gestart. Er is een begin gemaakt met een hele reeks staatshervormingen. En Leuven-Vlaams, de revolte Leuven-Vlaams, zoals het toen genoemd werd, was daar wel degelijk echt de aanleiding voor. Beelden die toch het meest indruk maken, denk ik, zijn de revoltebeelden zelf. Die toch, het ging er toch even aan toe in die jaren. En dat is toch altijd wat vreemd om te zien. Je herkent de stad, je herkent Leuven, je herkent de gebouwen. Maar dan dergelijke grote groepen en dergelijke politiegeweld toch wel, want het is er toch wel even aan toegegaan. Dat is toch altijd wel even slik. Ik zie ook wel dat een aantal mensen nu 50 jaar later, mensen die erbij waren, daar zelf soms een beetje met verbazing naar kijken wat er zich toen heeft afgespeeld. Er zijn toch een aantal dingen gebeurd die vandaag de dag eigenlijk niet meer zouden kunnen, zo, maar die toen door de omstandigheden die in de film worden uitgelegd wel mogelijk bleken. Die slogans, die walen buiten slogans bijvoorbeeld, dat zijn toch zaken dat je nog moeilijk kan voorstellen dat dat nu nog zou gebeuren. Thank you.